Nee, nu gaan we sneller. Hey man! Oh. Yes mensen, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn en deze video hebben jullie ontiegelijk lang opgewacht. Zoveel mensen vragen het van, waar blijft die bloopers 4.0? Nou, bij deze is het, jongens. Volgens mij is het uit mijn hoofd gezegd 20 minuten of langer. Alleen maar gieren, lachen en brullen. Ik heb alles samengesteld en Stijn die heeft het geëdit. Nogmaals, shout-out naar Stijn. Thank you, man. Je bent super goed bezig. Duimpje omhoog voor Stijn, jongens. Duimpje omhoog. Nou ja, het is echt. Ik heb zitten genieten met de beelden samenstellen, zeg maar. Echt. Ja, ook al was ik er zelf bij, ik zat gewoon na te genieten. Het is zo gruwelijk goud. Het is zeker ook even het abonneren waard, dus doe dat geel gratis even hieronder. Daar help je mij mee. Dan gaan we gewoon richting die 7000 abonnees of zo. Laten we dat gewoon eens even gaan proberen. En ja, like ook gewoon deze video zoals ik zei. Dat zou ik super tof vinden. Laten we gewoon eens even gaan voor die 250 likes. Laten we het gewoon gaan proberen. Ja, voor nu ga ik jullie niet langer in spanning houden. En ga ik jullie heel veel kijkplezier met de video wensen. Later. Huilen. Om te huilen! Ik kan wel janken. Ja, precies. Is goed, hè, meneer Shahid? Ja. Ik kan wel huilen. Je papi moet je aan, joh. Ja, ik ken ook, ja. Oh, jij kan hem nog beter. Oh, hier ga ik heel goed op. Kan ik een ik weet het niet. Oh, dat is een nieuwe geit. Die staat er toevallig op. Hé, hey, niks niet. Ja, zeker wel. Ja, zeker wel, gozer. Die staat er gewoon op, joh. Rick Dutch ingebokst over. Ja, Rick Dutch is de lul over. Die zwaait de geit over. En dan nou aangereden worden. Wat gaan jullie wel... Jongens, even rustig. Een bocht pak kan komen. Hallo hondje. Hallo hondje. Euthanasie! Au! Damn hond! Achterlijk debiel! Euthanasie! Euthanasie, jongens! Ah, maat! Jongens, even afstand, even afstand, even afstand. Even afstand. Schiet hem, taser hem! Even afstand. Taser hem! Meneer, afstand! Locatie park over. Taser hem! Wat? Waarom schiet jij hond? What the fuck? Staan blijven. Hond, kom mee. Hey, jij mag even doorrijden. Staan blijven weg tegen ons. Hé, hey, die hond klap, jongen. Klap jou achterover. Hé, hey, blijf niet van die hond af, man. Is hij dood? Oh, nee. Dat is... Hey. Welke locatie van de blokkenpark over? Au, ding, hond! Au! Hij heeft hem! Taser hem! Taser hem! Pak hem! Au! Sorry. Hey, wat What the fuck? Ik zat vast achter deze man. Je bent me vol, of zo? Ja. What the fuck? Waar rij je, man? Ik zei vol een kleunetje van die motor. Komt goed, komt goed. Wat een tyfus wijven, jongen. Wat een gozer, joh. Ja, zo reet. Wat een gozer. Kleunetje van die motor af, hier nou. Die gozer hoort hem ook. Ik mag hem wel. Hij heeft me net in elkaar geslagen. Nou, mevrouw, je weet ook weer waar hey, je aan toe bent. Die man die. Ja, kijk, ja, weet je wat het was? Deze been is van steen of zo. The time has come. Execute order 66. Hey. Hallo daar. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ik neem die motor schermen. Wat gebeurt hier? What the fuck? Alles is bloed, mevrouw. What the fuck? What the fuck? Dit was persoonlijke aanslag of zo. Nope. Nope. Lukt het? Ja. Oh, ik... Oh. Maat, ik word hier zo achterlijk debiel van. Ah, je bent tenminste niet gecrashed. Nee, dat is zeker, maar... Ik moet wel zeggen, de communicatie was weer... Ja, die was echt weer on point. Ik nog roepen, waar ben je? Geen reactie, ondertussen boven staat hij weer beneden. En godverdomme man, roept het even lekker eerder. Ik word helemaal lijp hier, ik word helemaal lijp, net lukt het. Ja, ik merk het, ik merk het.
drie keer. Is dit weer een, voor een van je bloopers? Oeh. Ja, hij staat erop. Top. Lekker. Nou, mooi. E40 is even ster aangekomen op bureau over. Nice. Oh. Ja. Oh, 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 wat schopje, wat schopje. Van de kop. Snoerde meteen nog nog. Nou, dan ga ik. Oké, oprecht, nu knal ik je echt neer. Ik heb die ook, kijk. Bij mij is, heb ik nog iets leuk. Oh, jij hebt een iets zwaardere kaliber. Hey, wie is hier aan het toeteren? Ik niet. Oh, wacht, dit doet me denken aan iets. Hallo, mijn naam is Denise de Bruin, hallo! Dit ziet er zo niet uit. Jawel, jawel. Jawel. En nu kan doorgaan. Ik zit in de cel. Dat moet niet in de cel. Ik heb een nieuwe motor, jongens. Ja, moet mij nu niet huilen. Vliezen, vliezen. Auw. Nou, yes, ja, we gaan het toch een keer doen. Ik heb deze van Alexander Barkov even geleend. Nee, ik ben op dit moment weet je hoe ik eruit ben gekomen? Nou? Bij de cel. Bij de cel was ik. Ben op dit moment iemand van zijn motor af aan het trappen. Ik moet ophangen, doei. Ik heb wel gejat van Alexander Barkov. Ik komt die aan, ik komt die aan. Niek! Lul. 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 Waar is mijn motor? Hij kan Willy. Kom. Kom maar. Oké, dan neem ik de politieauto. Ja, doe dat, mag. We hebben er toch. Dan weet je weer eens hoe dat duizend. Zit. Oh. Echt jij. Wat ik. Damsco, echt een sfeertje. Dikke motor wel. Is mijn motor van Kaya Perico. Kenteken op. Is mijn motor van Kaya Perico. Uh-oh. Ja. Nee, ja, nee, ja, nee. Oh, ja, nee. Oh, ja, good, sorry. Nick, help me! Ja, ja, we hebben een triootje! Strike! Rep me! Nee, stop. Nee. Je moet opkomen, kom help. Rep me! Auw! Rep me, nee! Dat is neer. Nee! Wat de fuck doe je? Ik ben neer. What the fuck? Ik kan een gas geven, what the fuck is dit? Oh, die is echt dood, what the fuck? Ja, die is echt dood. Volgens mij kan ik nog een pistool pakken. Dus dan kan ik nog schieten. Oh! Ik ben geboeid. Hallo? Hey, ik zie Jopin. Gooi hem eraf, Jopin. Nee, die doe ik niet. Ik zat net al vast. Als je dat doet, ik zweet je. Help? Wat? Barkov? Help? Help! Iemand! Barkov! Hoi! Yo! Hoi! Waar is Siem? Help! Ben ik hier! Siem! Ja! Wil je iets grappigs weten? Wat dan? Ik heb alles geïmproviseerd! Hallo! Godverdomme! Geweldig! Het was wel erg leuk, moet ik zeggen! Dank je! Wacht maar, komt nog leuke dingen! Oh. Nee, niet daar! Hey! Hallo! Ja, dat is goed, schat. Oh! Hey, Timo! Oh! Ik zie iets wat niet mag. Het is niet de bedoeling. Boom, boom, boom. Nee, zo meteen ga ik echt stoppen met brengen. Nee, niet doen, Rex. Nee. Niet doen. Nee. Stop, moet stap, die tijd stap, groot maken. Ja. We leven nog. Zo. Wat een apen. Bye, have a great time. Wat doe jij? Wat doe jij, gast? Ja, we moeten toch ook naar beneden. Tuurlijk. Nou. 3. Wat doe jij?
Ja, doe jij nog? Kijk, nee, niet doen. Wat, we moeten hier toch vanaf? Ja, maar ik heb een vergodige beetje gemaakt. Oh. Wat doe jij? Ja, ik denk, gooi hem naar beneden. Je gooit gewoon die gozer naar beneden. Ja, hij wilde jou ook naar beneden gooien. Zag je dat niet? Wat? Hij wilde jou ook naar beneden gooien. Ja, hij wilde mij naar beneden duwen, ja. Maar... dat betekent niet dat je hem naar beneden moet gaan duwen. Wat doe jij? Godverdomme. Maar echt, wat ben je met je nek aan het doen? Ben je de nek? Oh, zo. Dat was een beetje mis. Ja, maar kijk hoe je slaat ook. Dat lijkt ook... kijk hoe agressief. Hij is toch al lelijk, dus je mag best op hem slaan. Hupkei, zo. Wat heb je met je nek gedaan? Ja, dit is gewoon emote abuse. Ik denk dat er een nekkraag nodig is. Ik denk het niet. Voor alle eenheden die momenteel in dienst zijn, jullie mogen de ANPR-meldingen met betrekking tot meer dan 25 boetes momenteel negeren. Dat systeem werkt nog niet optimaal over. Fuck you. God, die conclusie had ik nog niet verwacht. Flikker op. Dat is een mooie wagen. Auw! Hey, dat is hetzelfde. Ja, kijk ook hoeveel pitjes aan de voorkant. Echt vet. Yep. Echt. Echt 4. 5. Ook nog op de achterkant. Ik kan er niet tellen, jong. Hey, en ik heb net begrepen, als je iets geks doet, dan krijg je politie volgen. Maar dan ik tel de 6, hoor. Ja, dat zijn het trouwens 2 in de grill, 2 achter, 1 in de ruit en 1 bovenop. Ja, jij wel. Ik heb leren rekenen. Huh? Maar hier zit er ook nog eentje in je vooruit. Ja, inderdaad. Ja, dat heb ik toch geteld. 2 in de grill, eentje in de vooruit, eentje in de ja, er zitten ook nog 2 aan de zijkant. Oh ja, joh. Oh, ga ik die ook nog tellen, jezus. Ja, nou, maar ik had het alleen aan de voorkant dat ik het doe. Maar dan zijn het de 8. Ja, precies. Oké, ja, ik moet wel zeggen, je ziet er wel goed. Ja, ik weet dat ik er goed uit zie. Dankjewel, dicht die auto. Oh. Kom uit je gaan doen, kom. Ja, precies. Heb je eruit. Nou, Bjorn. Hè? We gaan. Eindelijk. Gaan we nu al. Markeer je ook op. Je weet hè, dat jouw baan in principe met 2 klikken gewoon weg kan zijn, hè? Zo, wat zijn we allemaal aan het doen hier dan? Ik wilde eigenlijk draaien, maar dat lukt niet. Dat is aardig gelukt. Ja, maar even verkeerde kant. In het rond. Oh, jij bent echt grappig. Mag ik even jou zijn? Nee. Bro, dit ding draait echt niet aan, hoor. Ja, juist wel, eigenlijk ben ik aan de verkeerde kant. Ga zo. Ik ben heel gek, maar niet uit. Oh my. De 6 sterren zeer rijden nu richting MWSF Giftshop. Die durven niet. Nee, wij mogen niet. Hey, ik heb een bericht van Lars. Ik heb een bericht van Lars. Fuck. Okay. Ja, het mag, het mag. Nee. Het mag, ja. Lekker man. Lekker man. Drie. Ik ben echt veel te blij hier ook gewoon weer mee. Ik heb wat? Had Vito tegen Vito, dan geluk. Vito tegen Vito. Team politie. Op de lijn. Wacht, ja, deze lijn hier? Zijn jullie er klaar voor? Ja, oké. Die lijn, ja. Remy, wat ben je aan het doen? Oh, dit wordt wat. Team politie. Iedereen klaar? Vito tegen Vito, wie wordt het? 2, 1, go! Rijden. Wat doe je? Hey, ga aan de kant. Aan de kant. Hey, wat? Hey, Bjorn, pitten. Nee. Hey man! Oh. Wat doe jij? Ik moet gaan. Jij kan echt niet rijden, ouwe. Nee, ik ben gebeukt, toch? Kijk wat die mensen doen. Oh, wat goud. Oh, dit gaat de bloopers in. Ik heb het opgenomen. Als je mij maar tagt, dan wordt mijn YouTube bekend. Oh ja, is goed hoor. Doe ik wel van jouw poepertje. Ja. Kijk die Vito! Ja,
die van ons is sneller, duidelijk. Ja, hallo, maar ik was echt heel goed weg. Nee, die van ons was echt duidelijk. Kerel, die van ons was sneller. Ja, 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 beukt ons vol de vangrail. Toch gaat die van ons toch echt sterk, want ik kon van die van jullie wegbeuken. En dan lukt die van jullie toch echt niet. Jullie hebben gewoon een babyfitootje. Hey, wij willen nog een keer. We willen die van. Dit keer rij ik. Nee, het lag niet aan mijn regendrang. Ik werd gewoon gebeukt. Ja, ja, rij gewoon. Jij kan niet rijden. Nee, ik werd gebeukt, maat. Hé, hey, ik ga nu vol op je rem. Vol op je rem. Okay. Oh, wat goud. Oh, kijk ze rijden. Jij kan echt niks, hè, aap. Kijk ze rijden, ouwe. Echt. Oh. Oh ja, jullie kunnen niet zo hard. Hallo, oh ja, kut. Wat is dit dan? Kut, dan moeten we wel heen. Ja, dan moeten we heen. Heen. Maar onze auto is stuk. Ja, we pakken gewoon die andere Vito die hier staat. Er stond toch nog een Vito? Of een andere? Ja, dat 06 gaat daar rijden in de winkel of wat. Tfoe, tfoe, pak B. Oh. Sukkel. Ja, kom hup. Ja, daar ben ik nog sterk. Blijf eens even staan. Hey, ik mocht gewoon drag racen, hè, van Lars. Wacht maar even. Ik mocht gewoon drag racen. Van Bart of van Lars. Ik denk, vraag dan Lars, dan mag het sowieso wel. Gelooflijk. Hij is echt verbaasd. Ben jij lelijk, jongen? Gadver. Wat? Nee, ik heb het over 10 of 10 al over Simon. Sorry, dat hoorde ik. Ja, dat je lelijk bent. Hey, ik hoorde net dat je hem scout hebt gemaakt, maar... Ik hoorde net dat ik lelijk ben genoemd, dus ik ben jullie aan het pitten, zie je dat? Maar ik heb al zo vaak scout gesolliciteerd en ik niet aan... Je bent gewoon tegen Pavel. Nee, dit... Dit heeft weer wat te maken met mijn huidskleur. Vol op de rem zou ik gewoon, dat lijkt me zo goud. Wat zei je? Vol op de rem. Ja, weet ik, daar wacht ik nu op. Je kent mij ook nog. Kijk even wat hij doet! Kijk! Ik heb wel een gebroken nek volgens mij. Ik kan niet meer ademen. Goeiedag, meneer. We moeten het even hebben over de minimumafstand op de voorganger. Ik probeer te zeggen, volgens mij zegt hij ik wil bier, of niet? Ja. Sorry, u bent echt lelijk. Ja, er zit ook gewoon achteruit rijden. Hoor je dat? Er zit een piep, piep. Echt? Ja. Oh, what the fuck. Dan is het gewoon de handling van een vrachtwagen. Ja. Het ziet er ook wel uit als een vrachtwagen, maar goed. Oh, hallo? Hey. Gat voor jullie zijn hey. Echt lelijk. De brandweer heeft net onze auto gecrashed. Ja. En terecht. Oh. We gaan ze stalken. Stoptekens gegeven. Ah. Deksel wordt even gescoopt door een... Ja, inboxing. Wat is dit? Oeps. Oeps. Echt een sukkel. Meneer, wilt u even rekening houden met de afstand tot uw voorganger? Hey Simon, leer eens even de minimum afstand van je voorganger te houden, joh. Precies, sorry. Wacht, ik doe mijn gevarenlicht aan, ja, kijk. Ik wil echt heel graag heel dicht bij me. We trekken me toch wel uit, kijk. Je trekt er wat anders uit. Nee, dat is alleen voor mijn vriendin, ja. Oké, nee. Heel goed, doe je heel goed. Ja, klopt, ja. Onze auto gaat niet meer... Hij is aan het roken. Hij is aan het roken. Nee. Onze auto ook, hè? Ja, hij is aan het roken. Oh mijn deus. Dat gaan we niet lang volhouden. Nee, klopt. Hij is aan het roken. Kut. Hij komt dichterbij. Hij weet ook dat we aan het roken zijn. Ja. Kut. Hij gaat dan zo Ik ben normaal niet van mijn longen verpesten, maar ik ben aan het roken. Ja. Nou, van buiten ben je wel aardig. Als nu op een rem trapt, dan is hij echt een lul, hè? Zo, ja, maar dan zijn wij ook de lul, maat. Kut, ouwe. Kijk hoe die rijdt ook. hij gaat ons gewoon inhalen met het pauze. Ah, we zijn aan het roken, Bjorn. We zijn aan het roken. Hi, how are you? Even blowen. Oh! Hey, Alex is weg. Echt? Ja. Ik zie rook.
Rook! Onze auto doet het niet meer. Schuim eens op. Meneer, kunt u even doorgaan? Dus, huilen. Dat is een heel groot risico. Even doorrijden, meneer. Oh, dit komt allemaal in de bloopers ook gewoon, hè? Nee, zeker niet. En Bjorn, heb jij nou het portier eruit geramd of ligt het aan mij? Maar ik kan je wel even meenemen, dat vind ik geen probleem. We hebben een dikke buik. Moet je wel even je auto van, even onze auto wegtoveren. Geen bericht over.